Ik denk dat heel veel senioren heel graag gewoon naar een driekamerwoning uh, ja, of uh, een appartementje of een, of een kleine, kleine woning willen in de burg. Maar ze zijn er niet. Het gevolg is dat ze uh, ja, uh, verplicht thuis moeten blijven wonen, uh, dat ze hun woning in minder mate te koop zetten, uh, wat ook natuurlijk weer een stukje doorstroming uh, tegengaat. Uiteindelijk kun je goedkoper in Den Helder wonen. Maar goed, een echte Tesla die, uh, krijg je heel moeilijk over het water heen. Het vasteland is veel groter. Kijk, als je, ik noem het als je in Alkmaar werkt, ja, dan kun je natuurlijk een hele grote cirkel om Alkmaar heen trekken en zeggen, nou goed, daar kan ik wonen. Ja, op Tesla kan dat niet. Als je kijkt naar de, de meest recente nieuwbouwprojecten, ze hebben waar bijvoorbeeld appartementen bij, bij zitten, ja, dat is eigenlijk niet voor senioren. Uh, ze hebben in de burg, in het centrum en de groene Plaats, ze hebben dus ook een prachtig mooi nieuw gebouw neergezet. Alleen senioren zeggen, ja goed, het probleem is, er zit geen lift in. Dus ja, als we slechter de benen eh, worden, ja, dan, dan kunnen we misschien straks niet meer met de trap omhoog.